Bij een frontale botsing op het Breediek bij Quaijum binnen Justerjoen drie mensen verwoene rekken. Een 21-jarige automobilist uit Britsum, wie maar haar auto, toch nog onbekende oorzaak, op een verkeerde helte van het diek kom. Daar botsten ze frontaal op een auto van een 50-jarige inwoner van Stiens. De brandwacht moest de Britsum uit de auto bevrijden. De man uit Stiens en zijn vrouw rekken ik verwoenen.